We zijn hier bij Damen in Gorinchem. En dit is wel echt een ontdekking van de eeuw voor mij, van dit bedrijf. Wat maken jullie hier, Jan Heijn? En hoe groot is het? Schepen, heel veel schepen. Alle soorten schepen eigenlijk. Van kleine sleepbootjes tot superjachten, offshore schepen, containerschepen. Anything goes. Ja, en dan zeggen ze wel dat de maakindustrie in Nederland het moeilijk heeft. Maar hoeveel mensen werken hier op het terrein? Hier zitten er nou momenteel, ik denk dat we al naar 900 zijn gegaan. Daarom hebben we ook een nieuw hoofdkantoor. En in totaal zijn er 7000 wereldwijd. En het gaat eerlijk gezegd goed. Ja, en jullie hebben dus een... Ja, dus de crisis die is hier echt helemaal niet voelbaar. Nou, je merkt het hier en daar wel, zeker met grote opdracht van de overheid bijvoorbeeld. Maar over het algemeen, nee, gaat het erg goed. Wat zijn de grootste segmenten waar jullie in werken? Sleepboten, dat is een belangrijke. Werkboten. Patrouilleschepen in iets mindere mate. Superjachten, dat is zeker. Superjachten, zo echt een miljoen per meter? Een miljoen per meter, inderdaad. Nee, dat klopt. Ja. Dus komen hier ook van die rijke miljonairs, die komen hier gewoon te kijken naar de voortgang? Nou, dat doen we dan weer niet hier. Dat doen we in Vlissingen bij Amos, een onderdeel van Damen. Maar we hebben hier toevallig wel liggen een fast yacht support op dit moment. Dat is wel aardig misschien. Dus binnen deze markt, je hebt een aantal niche-markten. Nou, superjacht is daar één van. Hè, want hoeveel mensen hebben zoveel geld te besteden dat ze een superjacht kunnen kopen op de wereld? Dat zijn er maar een paar. En daarbinnen heb je weer een niche-markt van mensen die vinden dat ze wel een superjacht willen hebben, maar eigenlijk willen ze meer spullen, meer helikopters, of ze vinden het lelijk dat die helikopter erop komt te staan. Dus die willen er iets bij. En dan krijg je dus een bijboot voor extra personeel, extra helikopters, extra tenders, privé onderzeeertjes, dat soort werk. En typische gewone normale producten voor de normale man, zeg maar, aan alle dag. Hoe gaat het met de offshore-industrie? Gaat goed en Damen duikt daar ook steeds verder in. Wat je ziet is dat in de offshore en zeker ook in de offshore wind hebben we een aantal scheepstypen die gewoon gebruikt worden. Grote sleepboten, ankerhandlers, dus het zijn, zeg maar even kort samengevat, hele grote sleepboten die hele grote ankers van nog veel grotere schepen van de bodem afhalen. En we gaan steeds meer ook naar installatiewerk toe. En zeker in de offshore wind, ik weet niet of je hem hier kunt zien vanaf hieruit, maar we hebben een katamaran ontworpen die een gedeelte van de regelgeving bijna overbodig maakt. Je mag bij bepaalde golfhoogtes niet meer werken in een offshore windpark. En met deze boot ja, kun je totaal veilig werken met veel hogere golven. En die begint als een dolle te lopen. Hey, waarom is Damen in deze crisistijd, zeg maar, waarom zijn jullie zo succesvol? Wat is de succes? Geheim. Een van de geheimen zit denk ik al sinds jaar en dag. Zeg maar, de reden waarom Dame altijd al is gegroeid, het is bij mijn weten nooit kleiner geworden, is standaardisatie. Dus we hebben een aantal standaard modellen. In zekere zin, net als Apple trouwens. En dat krijg je. Natuurlijk, als de klant er dingen op wil of in wil, dan doen we dat. Maar je hebt een aantal standaard modellen. Als je dat hebt, kun je binnen die modellen gaan innoveren. Maar je weet altijd wat je krijgt. Modular construction is een ander idee. Dus als je een fregat wil kopen en je wil hem wat langer of wat korter, dat kan. Het schip is zo ontworpen dat je hem heel makkelijk groter of kleiner kunt maken. Variatie op een thema. Ja, en daardoor gaat de kostprijs omlaag natuurlijk. En dat is een van de redenen dat wij groeien. En natuurlijk het ene na het andere ontwerp. Sinds ik hier werk, sinds afgelopen september, zijn er al iets van 8 nieuwe modellen uitgekomen in verschillende markten. En die worden ook gebouwd. Er zijn ook klanten voor. Ja. Ik zie hier allemaal verschillende vlaggen. China en dat soort zaken van... jullie leveren overal? Precies, we leveren wereldwijd. Absoluut. En die vlaggen overigens, die wisselen ook per dag. Het hangt er vanaf wie we vandaag op bezoek hebben. Oh, dus China is hier vandaag op dit ogenblik? Ja, er zal iemand, een Chinese klant zal je dan zijn, of een Turkse klant. Ja. Wat zijn de grote afzetgebieden? Waar leven jullie? Europa is natuurlijk een heel groot afzetgebied. En het hangt ook een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Want je hebt veel Europese of Amerikaanse bedrijven die ergens anders werken. In het Midden-Oosten of in Amerika. Maar Afrika is ook een groot afzetgebied. Australië. Eigenlijk wereldwijd. Nou, zag ik ook hier. Je hebt hier een nieuw gebouw. Ook allemaal elektrische palen, zeg maar. Oplaadpalen. Dus ook daarin gaan jullie mee? Precies. Ja, dat is typisch filosofie ook van onze eigenaar, Kommerdame. Hij wil mee met de tijd en dat doet hij dus ook. Dus. En ook de laatste audiovisuele middelen met een mooie conference room met alles erop en eraan. Ja, absoluut. Ja, je hebt het gewoon nodig. Als je je klant wil ontvangen en je wil meegaan met de tijd, moet je ook goede spullen hebben. Jan Heijn, dankjewel. Graag gedaan.